Ja, vrienden, ik moet jullie even bijpraten. Er is een of ander relletje geweest. Ja, op de sociale media. Ja, ja, ja. En dat gaat dan over ene Thijs Zeeman. Ja, die kennen jullie misschien niet. Maar Thijs, die werkt, zal ik maar zeggen, in de keukendivisie van de televisie op RTL 5. En daar heeft hij een programmaatje. En daarin valt hij mensen lastig die weer mensen lastig vallen. Zoiets, dat is het. En dat is Thijs Zeeman. Nou, en die Thijs Zeeman, die dacht bij zichzelf, ik ga eens even een tweetje versturen over Omtzigt. Pieter Omtzigt. Ja, dat dacht hij bij zichzelf. Ik ga jullie even voorlezen gewoon. Ja, wat hij geschreven heeft, hè? Ja, dus hij zegt dan, ben ik nou de enige, zegt die Thijs Zeeman, die inmiddels totaal Omtzigt moe is? Oh, ja, inderdaad ben jij waarschijnlijk de enige, Thijs. En hij zegt dat constante geklaag en die slachtofferrol van die man, vasthoudend is hij geweest, dat heeft iets opgeleverd, nou, een beetje positief nog, maar dan zegt hij, man, 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 hij geeft wel een berg negatieve energie, hoor. Zegt Thijs Zeeman over Pieter Omtzigt. Nou ja, hey. Ja, en toen kreeg je natuurlijk een hop, een tsunami aan bagger over zich heen. Ja, daar kwam natuurlijk enorm veel kritiek op. En daar schrok onze Thijs een beetje van. Dus Thijs die dacht, ho, 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 ho. En wat deed hij? Hij heeft gelijk zijn tweetje weggehaald. Gewist. Ja, en schreef hij erbij. Het was even vergeten dat sommige discussies niet via dit medium gevoerd kunnen worden. Ha, ja, 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 ja. Nee, je was geschrokken, Thijs. Je dacht, dat had ik beter niet kunnen doen. Nee, inderdaad. En dat klopt, Thijs Zeeman. Want, luister nou eens goed. Waarom die Pieter Omtzigt, dat is gelukkig nog een man die probeert de ontspoorde politiek in Nederland nog een beetje op de rails te houden. Dat is Omtzigt. En daar moeten we heel blij mee zijn met die man. Want die zit alleen maar in dossiers te snuffelen. Hij is gewoon de luis in de pels. Ja, van de politiek. En laat die man nou gaan en ga daar nou niet kritiek op hebben. Flauwekul. Jij moet doen, Thijs Zeeman. Ga eens kritiek leveren op die hut, op die tent waar je werkt. Dat RTL. Met die enorme rotzooi die ze allemaal uitzenden. Hé? Waarom doe je niet even een leuk tweetje over dat geweldige programma Alles is Muziek van jullie? Hé? Dat had je moeten doen. Als je dat nou had gedaan, dan was je een kerel geweest. Maar niet, niet over Omtzigt. Luister eens goed, Zeeman en iedereen. We blijven met onze vingers van Pieter af.